Oké, het is tijd voor een nose pack. Voor Tropic Love. Oké, jongens, het is tijd voor de Tropic Love. Tijd voor de Messi. Oké, komt-ie. Komt-ie. Hoppa. Kom op. 85 rate. Messi. Oeh. Ben je op zoek naar de goedkoopste FIFA 16 Ultimate Team Coins? Ga dan naar fifacoinsfc.com en gebruik de code DNPNL voor 5% korting. Naast de supergoedkope prijs hebben ze ook een instant delivery system, wat dus betekent dat als je bestelt, je coins binnen 2 minuten krijgt. Veel plezier met de video. Hallo mensen, kom op de snel met een nieuwe video voor jullie. En vandaag ben ik hier met een nieuwe pack opening. En check dit, er zijn 25 van die 25k packs. En normaal vind ik ze altijd ziek kak, maar hopelijk ja, zijn ze deze keer iets beter. Als je de video zou kunnen liken, zou het super awesome zijn. 3000 likes, zou we helemaal top zijn. En mijn haar, wat gebeurt er? Oh! Geef een like voor het verbeteren van mijn haar. Oi. In ieder geval, laten we maar gaan starten met deze packs. Ja, ik zei dus 3000 likes zou heel erg awesome zijn. De vorige video's, de vorige twee video's, was het echt insane het aantal likes. Ja, dat gaat echt nergens over. Hartstikke bedankt daarvoor. Overmorgen komt er weer een nieuwe Ronaldo's Roulette. En dat vinden jullie vast leuk, want ik ook. Ik ben er nu al hyped voor. Maar eerst deze pack opening en hopelijk gaan we het goed spekken. Er zijn op zich al wat decent pays in packs. Ik ga even kijken naar Team of the Week. We hebben deze sappige Griezmann, die wil ik wel packen. Lacazette ook wel. Pedro is ook niet verkeerd. Ziyech, die is wel goed, maar niks waard. David Luiz is wel oké. En Hulk is ook wel lekker. Voor de rest, ja, dat was het eigenlijk wel. Het liefst sowieso Griezmann. Dat zou echt insane zijn. Maar laten we het maar gaan proberen. Er zijn dus die lekkere packies. Voor de rest is er helemaal niks. Dat is jammer. Maar oké, let's go. Let's do this. Tweede pack al. En let's go. Boom, boom. Er kan niks goed zijn, hè. Italië, nee. Immobile. We komen in de buurt. Het is wel een Twente speler. Het is alleen geen Ziyech. Ik weet ook eigenlijk niet waarom ik deze open. Want ik zeg eigenlijk altijd, het is mijn standaard ding dat deze packs fucking slecht zijn. Ik vraag me ook af of ooit iemand al wat goeds heeft gepakt in deze packs. Ik vraag me oprecht af. Ik denk het niet namelijk. Het is echt drama. Oh, pizza. Hij krijgt wel rares. Dat is wel nice op zich. Oké, mensen. Laten we het doen. Als ik in deze 21 packs die nog over zijn geen 85 rated of hoger pack. Dan krijgt iemand alle coins die op deze account zou staan aan het eind van deze pack opening. Ik geef je gewoon een account. Geef ze iemand. Dat gaan we doen. Oh, hoe kan je winnen? Door te... Lekker. Heel erg lekker. Ja, dat is erg lekker. Muurtje, niks mis mee. Helemaal niks mis mee. Hij is helemaal niks waard. 10k of zo, maakt niet uit. Oké, we hebben nog 20 packs. Ik ga het doen als je 25... Ja, dit is ook... Als ik geen 35 of hogere pack in deze 20 resterende pakketten... krijgt iemand alle coins in dit account. Oh, ik heb echt gevoel als ik het net ook al gezegd heb. Oh ja, wacht, dat is ook zo. Hoe kan je meedoen? Like de video en laat een comment achter. Ik wil winnen! Nou, laat dat achter. En we krijgen deze... die is 84, hè? Komen jullie heel goed weg. Zit er nou standaard 1 zilver in trouwens? Zo'n gevoel heb ik. Dus dat er standaard 1 zilver in zit. En boom. Ochoa. Is er weer een zilver? Nee, geen zilver. Het is niet standaard. Hey, kom maar door. Boom. Nee, het is echt heel slecht, Samadolf. Nee, het is echt heel slecht. 2 zilvers nu zelfs. Oh. Maar hier word ik ook helemaal niet vrolijk van eigenlijk. Hey, muurtje is wel lekker. Daar ben ik wel blij mee. Oh, munt uit. Munt uitgeven. Munt uitgeven. Nee, oh. Kutzooi. Munt uitgeven. Waarom vind ik het grappig? Ah, tyfus. Ja, nee, ah, nee, 83. 2 ratings hoger, ben ik blij. Jammer. Ik hoop in ieder geval dat we 1 in vorm kunnen packen, want dat zou toch moeten in feite van dit soort packs. Ja, probleem met de winkel. Sta ik ook niet echt van te kijken, dat gebeurt namelijk regelmatig op FIFA. Navas, die is 82. Ah, die is best wel goed op zich. Heeft hij een upgrade gehad of zo? Volgens mij was hij 79 eerst. Volgens mij heeft hij wel een upgrade gehad. We hebben nog maar 15 om een 95 was het maar geweest. We hebben nog maar 15 om een 85 plus rated speler te pikken. En we krijgen hier niemand minder dan Smolnikov. Oh. Erg goede voetbal in het echt. Maar ja, niks waard helaas. 83, 2 keer 83. Oei. Müller is ook de enige speler die ik heb gekregen die iets waard is. Voor de rest is het allemaal heel slecht. Ja, echt heel slecht. Zikko, die is 82. 81, dat is wel matig. Weer zilver? Nee, geen zilver. Konko was vroeger echt ziek goed. Volgens mij in FIFA 14 of zo. Dat is gewoon 86 pace. Dat doe ik echt nergens op. Voor mij nog in de vorige FIFA ook. Maar nu is hij echt kak. Nog 12 van deze lekkere packies. En dan heb ik een probleem. Nee. Ja, die is 82. Heeft goede stats, maar is niks waard. Kom maar door. Volgende pack. 85 rated. En ze jong, 80 rated. Gaan we door. Nog 10 packs, jongens. Oeh, nu begint het toch wel een beetje spannend te worden. Oké. Doe nu maar even 50 redetje. Yes, lekker. Oh, dude, fucking dude.
Maar dat gaat niet om. Het gaat niet om dat we nu een 85 rate packen. Nou, 3 jaar geleden had ik nu een 85 rate gepakt. Maar helaas is die Natalia nu niet zo goed meer. Voor mij was die Natalia 3 jaar geleden zelfs 87. Dat was een idioot. Idioot. Nee, niet van munt. Dat is zonde. Nee, als ik nu van munt open, dan naai ik jullie ook nog. Want de kans dat ik nog een 85 rate ga packen is niet zo heel groot. Oh, dat is heel kak. Ja, Thiago. Ja, oeh. Ja, Niet goed. Not good. Not good. Trouwens mensen, ik ga nu mijn eindexamenperiode in. Betekent dat er minder views komen? Nee, waarschijnlijk niet. Want ik heb juist veel meer vrije tijd. Maar ik moet wel goed leren. Maar ik ben nu al begonnen. Ik ben vandaag al begonnen. En vandaag is het precies een maand voordat mijn eindexamen begint. En ik ben nu begonnen met mijn eindexamen. Dus het gaat helemaal goed komen. Ik heb er ook volledig vertrouwen in. Dus maak maar geen zorgen. Hebben jullie ook eindexamens? Heel veel succes. Of heb je CITO-toets? Ook heel veel succes. En ja, hopelijk gaat het beter dan mijn packs nu. Want als het even goed gaat als mijn packs nu, heb jij een heel groot probleem. En ik ook, als het bij mij hetzelfde is. Boom! Ja, 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 ja. Oh, 84! Maar ja, 84 Oscar. Word ik niet heel vrolijk van. Is wel iets waard. Kaartje of 3. Niks mis mee. We hebben niet zoveel meer. Voor mij nog 3 of zo. Nog 3, ja. Oké. Het is tijd voor een nose pack. Voor Tropic Love. Oké, jongens. Het is tijd voor de Tropic Love. Het is tijd voor de Messi. Oké. Komt-ie. Komt-ie. Hoppa! Kom op. 85 rate. Messi! Oeh! Di Maria, yes! Yes! Maar Messi is hier rechts buiten, ja hè? Ik dacht echt dat ik Messi ging krijgen. Jongen, hoe perfect was dat geweest, mensen? Als ik nu met Tropic Love aan weer Messi zou krijgen. Oh mijn god, ik dacht echt dat het zou gebeuren. Di Maria is ook fucking nice. Dat is echt ziek chill. Die is namelijk gewoon 35k. Holy shit, ik dacht echt even dat het ging gebeuren. Dachten jullie ook dat het ging gebeuren? Ik dacht het echt. Hij is nog net buiten, of niet? De normale kaart. Holy shit. Ik dacht echt dat het ging gebeuren. Ik dacht het echt. Oh mijn god. Ik ben echt prank. Maar ik hoef mijn coin niet weggeven. Dat is wel een voordeel. Jezus. Di Maria alsnog ziek nice. Maar toch. Oh, heel erg balen. Oké. Dit is de laatste. Maar het maakt niet zo heel veel meer uit. Bang. 81 Skrtel. Nu hebben we nog deze packs. En zal ik hier ook nog een challenge mee doen? Ja, ik doe hier ook nog een challenge mee. 34 of hoger, dan geef ik het account nog weg. Alleen nu is het hartstikke zonde, want nu heb ik ook nog eens een Di Maria erop. Dat is op zich wel kut. Dit is eigenlijk een hele slechte deal wat ik doe, maar ik heb flink wat packs te gaan. 84 reden met packs. Nou, DNP. Oh jongen, Aguero. Bang, lekker. Heerlijk, wat een fucking goede pack. Holy shit. Hoeveel is hij waard? Meer dan 100k. 120k mensen. Holy shit. Ben ik blij dat ik dit account niet weg te geven. Holy shit. Fucking Aguero. Wat een ziek goede pack. Holy shit. Ik heb echt gekke pack luck. Dit is echt insane. Wat is dit? Ik heb echt een tijdje niet zoveel pack luck meer gehad. Al mag ik eigenlijk niet zeiken. Ik heb eigenlijk altijd wel pack luck. Maar dit is echt heel erg lekker. Aguero en een 7,5k pack. Dat is echt idioot gewoon. Heerlijk. Niks mis mee jongens. Niks mis mee. Oké, gaan we door. Let's go. Mandzukic. Nee, Kalinic. Nog nooit van gehoord. Helemaal nooit. Wat? Oh, jongen. Iedere keer stress ik hem al met die rechtsbuiten Argentijn. Twee voor, ik had hem wel ineens. Oh, als ik hem in de 7,5k pik wel, die was ik helemaal gek geworden. Nee, maar ik pack Messi wel weer als Team of Season is, jongens. Als Team of Season is, dan komt het helemaal goed. Dan pack ik Messi wel even. Nog wel van de vaart. Ik vind het ook wel sneu dat hij zijn carrière zo, ja, zo kut gaat. Kijk, en hij heeft ook echt hele zette stats. 40 pace, dan ben je echt heel erg langzaam. Dan ben je echt heel sloom. Dat is echt heel zielig gewoon. Nee, dat is echt heel zielig. Dan moet je ook gewoon niet luttig over doen. Wie zit? Nainggolan, dat is een uitstekend spelertje. Is hij nog iets waard? Dat weet ik niet. Wel weer steeds fitnesskaartjes. Dat is op zich wel goed, want die fitnesskaartjes zijn altijd veel waard. Dat is heel erg chill. Maar voor de rest, nog niks goeds. En Peter Leon, die was 100 jaar geleden ongeveer goed. Voor mij toch, die was toch 100 jaar geleden goed. Heeft hij ooit bij Real of Barca gespeeld of zo? Voor mij wel. Oké, mensen, dit is een tactiek die jullie waarschijnlijk nog niet weten. Je gaat een online draft in. Dan druk je ga je gewoon door. Dit is hopelijk een online draft, anders heb ik het gefaald. Pak je gewoon opstelling, maakt niet uit. En dan krijg je Messi, als chill. Want dan kies je Messi. Dan ga je snel eruit. Nee! Dus ga je snel eruit. Moet je snel een pack openen. Ja jongens, dit werkt. En dan hop. En dan krijgen we Messi. Let's go, heerlijk. Het is voor mij niet altijd. Oeh nee, oh, ik heb er duidelijk net iets te lang over gedaan. Ik ga trouwens even proberen die 190 draft te halen, misschien doe ik het hier wel. Gaat het maar voor rating gaan, want de chemistry heb ik toch al.
Keepertje. Holy shit, what the fuck. Nou mensen, 188 futdrafts. Eigenlijk helemaal niet slecht. Jongen, ik dacht echt dat ik het ging halen. Dat was echt insane geweest. Nee, 188 krijgen we niet, helaas. Ik dacht echt dat het ging lukken, want in één keer kregen we hele goede spelers. Helaas. Gaan we even door met de packs. Was echt insane geweest dat het geluk was. En ook wel kut aangezien het dan niet in mijn serie was, maar maakt niet uit. Nee, echt heel kut. Ik dacht echt Thiago Silva. Eerst dacht ik dan kan nog David Luiz zijn, want David Luiz is natuurlijk in vorm. Dus dacht ik, Thiago Silva, is het Marquinhos? Die wil helemaal niemand. Ben ik echt gedrenkt? Nee, ik open met coins. Heel vervelend vind ik dat. Dat vind ik heel vervelend. Heel erg vervelend. Trouwens mensen, ik kan mezelf nu wel sowieso de packkoning van Nederland noemen. Dat komt eigenlijk sowieso al naar mijn Messi. Ik ben toch echt wel de packkoning van Nederland, hoor. Zo wil ik graag van nu ook aangesproken worden. Koen, hashtag packkoning. Dank u. Zou ik fijn vinden. Mensen, komt al laatste pack. Het wordt spannend. Oh, niet. Nee, ik denk niet de laatste. Ik heb nog een free pack. Oh, heel erg spannend. Het wordt Nee. Oh! Kavlangetje. Dat vind ik trouwens eenmaal geen verkeerde speler. Maar ik kijk niet zo vaak hier of heen. Maar als ik het kijk, dan vind ik die Kavlan vind ik wel een prima spelletje. Maar ik kan natuurlijk ook helemaal verkeerd zitten. Dan komt hij dan de allerlaatste pack van deze aflevering. We krijgen niet minder dan een non-rare. Onze rareling is een Spaanse managercompetitie. Niemand boeit dat. Mensen, dit was de video. Vond je video leuk? Vergeet nog niet te liken. 3000 likes is super aan zijn. Moet ik zeker lukken. Aguero en Di Maria gepackt. Heel erg lekker. En zeg gelijk voor je gewoon meer de volgende keer. Ik zeg doei. Later.